Wat ga ik jullie laten zien inderdaad? Het tomaatje planten verspenen. Nou, dat gaat als volgt. Kijk, je ziet er al blaadjes aankomen. Dus ze zijn al rijp genoeg om verspeend te worden. Dus ze beginnen al mooie tomatenplantjes te worden. Nou, dat doe je als volgt. Kijk, je pakt een vork. Die steek je erin. En op. Je hebt een heel mooi tomatenplantje met een mooi wortelgestel. Kijk, dat is ook de bedoeling, dat hij een mooi wortelgestel heeft. Nou, zo heb ik er een paar al liggen hier. Kijk, en die ga ik nu planten. Met wat plantenaarde die ik hierop heb liggen. Kijk, en die leg ik even bovenop. Zo. Leg ik eventjes er bovenop. De beste heb ik eruit gehaald. Met een goed wortelgestel. En die ga ik nu dus planten. Ja, kijk, zo. Nou, ga ik even hierheen. Nou, hier heb ik al een gaatje gemaakt. Ik heb een potgrond erin. Zo. Hopsakee. Plantje erin. En eventjes aandrukken natuurlijk. Ja, het gaat een beetje lastig met één hand. Maar kijk, dan doe ik er nog wat potgrond bij. Nou. Kijk, en staat er wel mooi bij zo. Dus één plantje kan groeien tot de mooie cherry tomaatjes. Zodat we lekker kunnen snoepen van de plantjes. Nou, hier nog eentje. Heb ik ook een gaatje gemaakt. Dan ga ik even de plantjes, even kijken, even de potgrond erbij doen. Zo. Potgrond erbij doen. Dan ga ik een mooi tomatenplantje uitzoeken. Met een goed wortelgestel, zoals deze. Kijk, ziet er heel goed uit. Nou, die plaats ik in de grond. Druk hem wat aan. Zo. Zo. Nou. Doe er wat potgrond bij. Potgrond bij. Kijk, en er staat weer een mooi tomatenplantje. Kijk, nou heb ik hier eentje staan. En ik heb er daar eentje staan. En dan ga ik hier nog eentje inzetten. In plaatsen. Een mooi plantje van een tomaatje. Cherry tomaatje. Nou, eens kijken wat het gaat worden zometeen. Nou, heel essentieel is goede potgrond. Het is belangrijk dat hij een goed wortelgestel krijgt. Nou, ik zet hem erin. Op dezelfde manier. Oeps. Nou, eventjes wat grond erbij. Weer wat zand op. Zo. Hop. Een beetje zand erop. Een beetje aanrukken. Zo, en hij staat erin. Dat is nog een kwestie van water geven. En kijken hoe ze het gaan doen zometeen. Die plantjes. Die cherry tomaatjes. De zuilingetjes. Nou, hier staan ze. Ja, ik moet ze dadelijk nog eventjes goed zetten. Eventjes nog wat potgrond erbij doen. Maar ik sta maar met
telefoon in de hand, dus ja, dat wordt een beetje lastig. Vandaar dat ik het even op die manier doe en laat zien.